Citroen Crema Catalana. Verwarm de oven voor op 110 graden. Schil de gele schil van 1 citroen. Doe de schil met 500 ml slagroom en 1 kaneelstokje in een steelpan. Hou 30 minuten tegen de kook aan. Schenk de room door een zeef. Vang op en doe het terug in de pan. Splits 6 eieren. De eiwitten worden niet gebruikt. Meng 75 gram fijne kristalsuiker door de eidooiers. Voeg al roerend een kwart van het roommengsel toe aan de eidooiers. Schenk dit mengsel al roerend terug bij de room in de pan. Verwarm op laag vuur rustig en al roerend en laat in 10 minuten binden tot een custard. Verdeel de custard over 4 lage ovenschaaltjes met een doorsnee van 10 cm en zet deze in een braadslee. Schenk zoveel water in de braadslee dat de schaaltjes voor 2/3 onderstaan. Zet ongeveer 30 minuten in de oven. Neem uit de oven en laat 30 minuten afkoelen. Verwarm de ovengril. Bestrooi elk schaaltje met 1 eetlepel lichte basterdsuiker. Zet boven in de oven en laat de suiker in ongeveer 3 minuten karamelliseren. Serveer warm of koud. Zo maak je citroen crema catalana.